beweegt. Meneer Brinkhorst, u zat als staatssecretaris in dat kabinet Den Uyl. Ja. Lijken de jaren 70 op nu? Nee, het was gek genoeg. Maar ja, iedereen kijkt natuurlijk met een zekere afstand. Het was uiteindelijk natuurlijk toch een veel goeier tijd, goeier bedoel ik, dat Nederland was nog veel meer in zich besloten. Er werd net even die oliecrisis gezien. Binnen een paar maanden bleek dat die oliecrisis een lachertje was eigenlijk. Mm. En we hadden dus veel minder nog betrokkenheid bij de rest van de wereld. Wat het probleem nu maakt is dat we nog de pretentie hebben dat we macht uitoefenen in zo'n kamer. Terwijl de grote beslissingen naar buiten zijn. En de bevolking die natuurlijk alleen die Kamerleden kent en die politici kent, die hebben het gevoel dat daar het gebeurt. Hè? Ik heb wel eens de leuze gezet. Volgens mij hebben ze helemaal niet het gevoel dat het daar gebeurt. Nou ja, althans dat is de suggestie. Hè? We hebben eigenlijk power without politics. Ja. En we hebben politics without power. En welke hebben we nu? Nou, we hebben in Nederland hebben we politics without power. Want alle beslissingen die er echt toe doen, ja. Hè, er werd even over de financiële crisis gesproken, die vinden buiten Nederland plaats. En daar moeten we naar meedoen. Met een suggestie wordt gewerkt, zowel door meneer Marijnis als meneer Wilders. Ja. Als je nog maar een Nederlands veto-recht hebt, dan kunnen we een baas over onze eigen zaken. Met andere woorden, zowel Geert Wilders als Jan Marijnis geven een verkeerde voorstelling van zaken. Natuurlijk. Ja, maar waarom worden ze daar dan niet op gecorrigeerd? Omdat helaas er geen durf is bij de politici van het midden. Om te zeggen, de relevantie van wat er in de Kamer gebeurt ten opzichte van wat er buiten de Kamer gebeurt, is afgenomen. Je kunt zeggen, Geert Wilders heeft lef. Ja, geen lef, maar ze durven dus niet in feite een eigen positie in te nemen. Omdat men die middenpartijen bedoelt middenpartijen, omdat dus de suggestie toch wordt gewerkt, wij maken het uit. Nou, maar goed, de tegenstellingen in de samenleving waren toen ook groot. Zoals al werd gezegd.